Hoi, en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Wolwinkel bij Filon. Ik ben Saskia, ik ben eigenaar van de Wolwinkel in Berkelenschot. Gezellig om weer in de winkel te werken deze week na een weekje vakantie. Ik heb heerlijk uitgerust, weinig gedaan, wel wat gebreid. Maar verder gewoon heerlijk mijn eigen ding gedaan. Dat is ook wel eens nodig, gewoon lekker vakantie houden. En ik was natuurlijk jarig. Vier ik maar één keer in de vijf jaar. Dus was verder niks bijzonders. Ik ben op 1 januari jarig. Dus oudjaar goed gevierd. 1 januari lekker brak doorgebracht op de bank. Heerlijk. Mag ook wel een keer. Ik heb mijn vorige vlogje heb ik een half uur lang zitten kletsen. En jongens, wat hebben jullie die zitten, of meisjes, wat hebben jullie met z'n allen zitten kijken? Ruim 1400 keer. Dat is toch bijna niet te bevatten dat er 1400 mensen naar mijn vlogje kijken. Heel erg leuk. En ik was een paar dingen vergeten te vertellen die ik ook had gemaakt. Want wat ik nu om heb, dat heb ik in de week voordat de winkel dichtging, heb ik dit colletje gehaakt. Dit is van twee bolletjes Merino's jacquard. Geeft een heel leuk jacquard effect. En ik heb ene helft gecombineerd, ik zal het dichterbij komen, met de Soft Sensation. Merino jacquard is een merino wol met acryl. En de Soft Sensation is een polyester met acrylmix, wat dus lijkt op mohair. Maar als je niet tegen wol kan, is dit een heel goed alternatief. En alle twee, je ziet ook het verschil in dikte. Deze heb ik alle twee met 6 mm gehaakt. Nou, zo leuk colletje geworden. En in de winkel heb ik altijd een koude nek, dus dan heb ik het liefst iets aan. Mijn trui die ik draag is de Lazy Sunday State of Mind sweater van Nancy Ritchie. Getting Pretty With It op Revelry. Ontzettend leuk patroon. Heel leuk. De mouw zit heel laag. Het is een leuk, flink boxy trui. Hou ik al van. En die heb ik gebreid van de Cheerful. Die heb ik ook nog steeds in de winkel. Heel gaar. Die ik trouwens moet bijbestellen, want die is bijna op. En ik heb ook nog iets gemaakt wat van een bolletje Manhattan van Tropical Lane. En dat zijn polswarmertjes. Heel leuk. Ik denk dat is handig voor oudjaar. Die kan ik dan aan als ik buiten sta. En wat doe ik? Ik laat ze hier in de winkel liggen. Maar ze waren leuk om te haken. Gewoon een plat lapje. Ik heb een post van op Facebook gemaakt en Instagram. En heb ik uitgelegd hoe je dit haakt. Super simpel. Een mooi golfrandje. Daar hou ik altijd wel van. Heerlijk deze. Het gaat alleen komende week, als jij dit filmpje kijkt, deze week vriezen. Dus hier heb ik niks meer aan op de fiets of buiten. Dus die blijven lekker in de winkel. En dat waren de dingetjes die ik af heb. Ik heb ook nog een kikkertje afgemaakt met kerst. Die zal ik een fotootje van invoegen. Was ook heel leuk. Dan heb ik dus twee kikkertjes. Eentje heeft nog geen kleren aan. Maar ook die komt in het poppenhuis. Mijn plan was om in mijn vakantie lekker aan het poppenhuis te werken. Maar dat is me niet gelukt. Ja, jammer dan. Plannen worden gemaakt, maar kunnen ook. Het kan allemaal anders uitpakken. Geen probleem. Het komt wel af. Ik maak er geen moeite van. Maar daar ga ik ook binnenkort aan verder. Geen idee wanneer. Oh ja, die leuke oorbellen die ik draag trouwens. Die moet ik ook eens even laten zien. Die zijn van Antje van Holland Creatief. Die verkoop ik ook in de winkel. Ik vind ze zo leuk. Mini strengetjes in mijn oren. Heerlijk. Weer een nieuw vlogje. Ik denk ik laat je eens even zien. Wat het effect ook is van de... Goed praten. Wat het effect is als je... Soft Sensation toevoegt aan een garen. En daar heb ik een leuk voorbeeld van. Dat is, moet ik heel eventjes bukken, want ik heb hier alles op de grond gelegd. De blaadjessjaal van Haak bij Daphne. Kijk, dit is de sjaal. Deze is in het, hij komt iets anders groen over op beeld, maar dit is een mosgroen. Die heb ik pakketjes op de webshop staan. De actie was geldig tot 6 januari, maar die laat ik eventjes doorlopen. Pakketje 14,95. Kun je een heel leuk sjaal haken. En hij is behoorlijk lang. Bijna 2 meter. Kun je goed omdoen. Deze is van de, waar ik voor sta, van de Pregetta gemaakt. Gehaakt van Tropical Lane.
En ik vroeg aan mijn moeder, goh, heb je zin om deze sjaal nog een keer te haken? Ook met de pregiata. Maar is het dan leuk om de soft sensation erbij te doen? En die heb ik ook liggen. Ook 6 bollen pregiata. En ik weet niet of je het kan zien. Er zit een draadje soft sensation in. Er zit ook een glittertje in. Ik weet niet of je dat helemaal kan zien. Maar ik heb een filmpje gemaakt. Daar staat hij onder ander licht. Dus misschien wel beter te zien. Maar dit is zo'n leuke sjaal geworden. Ik krijg meteen een heel ander effect. En dan ga ik heel eventjes dit doen. Ik heb nou het microfoontje ergens anders staan. Ik hoop dat je me goed verstaat. De sjaal zonder en de sjaal met. En het geeft zo'n ander effect. Hetzelfde garen. Een ander garen erbij. En je krijgt meteen een heel ander structuurtje. En wat je moet doen als jij dit ook wil haken. Als je dit ook wil haken. Bestel dan 5 bolletjes van de soft sensation erbij. Dan heb je zeker genoeg om ook die sjaal te haken. Die een andere uitstraling heeft. Dus dan bestel je het pakketje en soft sensation. Als je nou moeite hebt met uitzoeken welke soft sensation bij de pregiata past. Stuur me dan even een berichtje. Dat kan via Facebook zijn of Instagram of via WhatsApp. En dan maak ik even wat fotootjes en dan zoek ik een combinatie voor je uit. Zo leuk. Dus mooi sjaal, leuk pakketje in de aanbieding. Iets langer in de aanbieding op de webshop. En dan waar ik mee bezig ben geweest. Dan zal ik het enige breiwerkje waar ik mee bezig ben geweest tijdens mijn vakantie. Dat is die leuke, heb ik de voorkant voor? Nee, dat is de achterkant. De Geo Gradient, die leuke sjaal. De Mystery Knit Along van Steven West. Hij is inmiddels geen mystery meer, maar ik ben er lekker mee bezig. Ik heb deze kant af. Dit was het patroon van week 2. Die ben ik aan de andere kant ook aan het herhalen. Daar... Andersom, deze kant is af en die ben ik aan deze kant aan het herhalen. Dit is de laatste gaatjes toer en er komt nog een toertje de averechte tricot steek bovenop. En dan ga ik beginnen aan het patroon van week 3. Het is heerlijk om aan te werken. Leuke bolletjes heb ik, handgeverde garens. Die zitten in een mooie yarncozies. Heel fijn. Want Steven West sjaals, die vind ik echt ontzettend leuk om te breien. Er staat ook weer een Steven West sjaal in mijn wensenlijstje voor 2024. Daar ben ik neon garen voor aan het verzamelen. Die komt in ieder geval dit jaar op de naalden. Of dat die dan afkomt, weet ik niet. Want ik weet niet hoeveel neon garen ik kan verzamelen. En hoeveel tijd ik dan heb om aan die sjaal te werken. Maar misschien is het een beetje een obsessie. Hobby. Ik vind die patronen van Steven West zo leuk om te maken. Je leert er met kleur spelen. Je leert er... dat maakt eigenlijk niet uit welke kleuren je combineert. Als het maar een beetje in dezelfde kleurengroep is. Verschillende steekjes bij elkaar. Zo leuk om te doen. En dan denk ik, laat je eens eventjes zien welke Steven West sjaals ik allemaal in mijn collectie heb. Dan ga ik weer heel eventjes naar beneden. De eerste Steven West sjaal die ik breide, dat is de Knit and Slide. Die heb ik niet meegenomen, die ligt thuis, maar daar zal ik een fotootje van invoegen. Ik had de Best Knits 1 gekocht toen ik op vakantie was in Berlijn. En toen ben ik die gaan breien. En daarna heb ik meegedaan aan de Mystery Knit Along. Dan moet ik even goed denken, van 2021. En dat is deze geworden. Blauw is mijn favoriete kleur. En ik vond het heel leuk om dit eens een keer te doen. Niet weten wat voor steken je krijgt. Leuke filmpjes erbij. En
heerlijk om deze te breien. Ik weet dat ik deze sjaals al wel eerder heb laten zien. Maar het leek me leuk om nog een keer te doen. Dus daar heb ik deze gebreid. Mystery Knit Along. En toen heb ik nog een sjaal tussendoor opgezet. Even bukken. Nou moet ik heel even kijken. Want deze ligt in de winkel op het kaartje. Dit is de Dotted Race. Ook een hele leuke sjaal. Moet ik heel eventjes hier. Deze heb ik van katoen gebreid. Ik ben hier begonnen. Deze is met verkorte toeren en gaatjes. En dit is ook een hele grote lange sjaal geworden. Gewoon omdat ik een Steven West sjaal in katoen wilde. Deze is heerlijk geworden. Hier zit Egyptisch katoen bij. En ook dit is Muschef katoen. Van Janne Collors en Rio van Lamme Yarns. Gewoon alles lekker combineren. Heerlijke sjaal geworden. En deze draag ik ook als ik in het voorjaar een beetje koude nek heb. En toen kwam er nog een Mystery Knit Along. Van 2022. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar die was ook heel erg leuk. Met... kreeg je een soort vlechtwerk erin. Een hele lange vleugels heeft deze. Deze heb ik ook van katoen gemaakt. Zou ik deze nog een keer van katoen maken? Ik denk het niet, want ik vind hem nogal zwaar geworden. Ik heb hem ook nog niet gedragen. Waarom weet ik niet. Het is nogal gewichtig. Het was wel heel fijn om dit in katoen te breien. Ik vind katoen sowieso een heel fijn materiaal om mee te werken. Maar ik vind deze sjaal een beetje te groot voor katoen. Geen idee of ik hem ooit nog om zal doen. Misschien als omslagdoek. Maar deze hangt in de winkel als voorbeeld. Het was wel heel leuk om met al die verschillende steekjes bezig te zijn. En de leuke kleuren. En ook weer met blauw. Mijn lievelingskleur. Volgende sjaal. Deze stond ook al een tijdje op mijn lijstje. Dit is ook een Mystery Knit Along geweest. Maar die staat in Best Knits 1. En deze vond ik ook heel erg leuk. Met brioche steekjes erbij en met andere steekjes. En deze heb ik vorig jaar afgemaakt. Ik gewoon wat garens gaan verzamelen. Van fingering weight, sokken, fingering weight en sokkengaren en dun alpaca. Om een hele leuke kleurcombinatie te maken voor deze sjaal. Ja, en Steven West sjaals. Ik blijf het prachtig vinden. Ik heb er dus nu één op de naalden staan. De Geogradient Mystery Knit Along. Die komt dit jaar af. En dan wil ik dit jaar nog een sjaal op de naalden zetten. Dat is de... Dan wist ik hem net nog. Dat is die met die neonkleuren die ik aan het verzamelen ben. De Painting... Painting Bricks? Painting? Voeg een plaatje in. Die heb ik in mijn Revelry-lijst staan. En... heel erg leuk als jij nu ook denkt van nou, dit is veel te moeilijk voor mij. Ik zeg nee, gewoon uitproberen. Steven West heeft wat simpelere patronen, zodat je kan wennen aan de manier waarop hij schrijft. De Dotted Race is heel simpel en dan heeft hij wat andere patronen. Ik zal ze hier onder het filmpje allemaal linken. En ik zou zeggen, ga er gewoon aan beginnen. En je hoeft helemaal geen dure sokkenwol te kopen. Het kan wat simpelere sokkenwol zijn. Bijvoorbeeld Lamy New Running heb ik staan. Je kunt zoals ik het heb gedaan van katoen breien de sjaals. Let er dan wel op dat hij wat zwaarder wordt. En ga gewoon experimenteren. En als je al Steven West sjaals gebreid hebt. Ik wil graag weten welke. En dan kan ik ze misschien op Revelry ook opzoeken. Want ik vind het heel leuk om die projecten te zien. En te kijken welke kleuren andere mensen gebruikt hebben voor de sjaals van Steven West. Want dat maakt het zo leuk. Iedereen kiest zijn eigen kleurcombi. Geen half uur vol kletsen nu. Een wat korter filmpje om te laten zien wat ik allemaal af heb. En ik ben ook super blij met dit colletje. En de mix met Soft Sensation is zo fijn. Het zit heerlijk in mijn blote nek. Met geen gekriebel van mohair. En toch lekker warm. Kort filmpje dit keer. Ik heb volgens mij ook wel heel snel gepraat. En ik hoop dat ik volgende keer wat meer heb te vertellen. 2 weken nog. Dan ga ik als een malle
op mijn gemak. Ik moet mijn handen niet als een malle. Ik ga lekker breien aan de Steven Westschaal, de GeoGradient. En dan laat ik zien in mijn volgende filmpje hoe ver ik ben. Dankjewel voor het kijken weer.